Het is een gedicht van eigen hand, van de bewoner hier. Daar ben ik dus met en het gedicht is van 10 op 11 november al een keer eerder onthuld, want toen werd ik 70. En ter gelegenheid van die verjaardag kwam Willy op het idee, nou, dan moeten we een keer wat doen met een gedicht. Want ik had wel eens een raamgedicht op een A4'tje. Toen we hier kwamen wonen, ja, dat wisselde ik dan om de paar maanden een ander gedicht. Maar we hebben het er wel eens over gehad, het is leuk om ook iets op de muur te doen. Of op de muur, maar tegen de muur aan, het is niet echt op de muur. Nou ja, en nu ben ik 70 en dan moest het een keer van komen. Dus de Hoogkampstraat, en hier 3 en de Krikkenstraat, dat is dus echt het centrum van de muurgedichten, zou je zeggen. Ik ga hem onthullen. Dan zal ik hem ook voorlezen. Lees maar even voor jezelf, ik zal het dadelijk voorlezen, want het levert niet. Hoe je het ook bekijkt. Linksom, rechtsom. Het blijft wat je er zelf in ziet. Het is niet anders dan toen en nu. Het blijft een ogenblik van verwondering. Je staat er even bij stil en gaat weer verder. Het ongewisse tegemoet. Ja, mooi hoor. Nou, ik heb het voorgelezen en ik dacht dat op dat moment het wel weer duidelijk was. Want je moet het dus linksom en rechtsom lezen. Het gedicht kun je... Het woord most, ja, hoe je het uit moet spreken, most zeg, dat lees je dus rechtsom. En dat vond ik wel een leuke vondst om dat zo ook op te schrijven. Wordt Almelo met het 14e gedicht een beetje mooier? Almelo wordt steeds mooier met dit 14e gedicht. En zoals ik ook net al gezegd heb... Er komt binnenkort ook een 15e gedicht aan. Dus het wordt steeds mooier. We hebben in Almelo een aantal hele mooie gedichten. En ik moet er even bij zeggen dat ik nu de derde Almeloze dichter ben. Want Hendrik Jecoersen, dat was de eerste, die bij het Wevershuisje, het Klein Museum, ook een Almeloze dichter. En Hanneke van Schoten bij de Gravenallee, bij het winkeltje Stolen Studio. Ook een prachtig gedicht over de Gravenallee. Dus we zijn ook met Almeloers vertegenwoordigd. En dat vind ik wel heel belangrijk.